Luc de Jong en de Johan Cruijffschaal, goede combinatie. Ja, klopt. Ik heb er nu al 3 en dat is zeker mooi om op je erelijst te hebben. Ja. Kun je ze nog eens terughalen, die andere 2? De eerste was na het kampioenschap van Twente, toen speelde tegen Ajax in de Arena. En toen wonnen we 1-0 door het doelpunt van Heidewijk nog. En het jaar daarna dacht ik dat het 2-1 werd door een doelpunt van Ruiz in de slotfase. En wonnen we hem ook. Dus ik stond beide keer in het veld, dus dat is zeker mooi. Dit is nummer 3. En al 3 goals te pakken. Je bent ook gedeeld topscorer. Oh, ja, kijk eens aan. Ik zag het volgens mij al voorbij komen op een lijstje. En, ja, dat is altijd mooi als je ook topscorer bent en dat je in de boeken staat, zeg maar zo. Het ene jaar is het andere niet met de Johan Cruijffschaal. Nee, dat heb je mooi goed. Vorig jaar stond met schaal in de handen en nu niet. Dat is jammer. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Eigenlijk de eerste helft moet je gewoon eigenlijk voorstaan, denk ik, met rust. Omdat je bent een betere ploeg. PSV zakt in. En die krijgt 1 kans en die maken ze. Dat is misschien ook een kwaliteit van PSV, maar... We moeten positief zijn met de winst. We hebben de Johan Cruijffschaal. Maar we moeten ook kritisch naar elkaar zijn en weten wat we de eerste helft wat minder hebben gedaan. Maar de tweede helft hebben we weer heel goed gedaan. Als je de kampioen of beker wint, dan krijg je dit toetje zeg maar erbij om ook een prijs te kunnen pakken. En dat moet je gewoon willen als topsporter. En dat hebben we denk ik ook uitgestraald vandaag als team zijn. Ja, het is natuurlijk voor mij een hele belangrijke wedstrijd. Omdat je kunt een prijs aan je cv toevoegen. En dat is niet voor veel mensen weggelegd. Dus zo benader je die wedstrijd dan ook. En dan is het zonde dat je niet wint. Ik bedoel, een verlies krijg je ook een medaille. Dat is leuk, maar je wil gewoon winnen. En helaas is dat niet gebeurd. Gaat hij de prullenbak in? Ja, dat weet ik niet. We waren het meestal wel, dus... Het seizoen moet nog beginnen, maar je hebt er al 2 in liggen en je hebt al een prijs binnen. Ja, heel lekker natuurlijk. Je wil altijd doelpunten maken als spits zijn en belangrijk zijn voor je team. En dat je dat in zo'n wedstrijd, dat je een prijs kunt pakken, ook kan doen, is dat mooi. Maar ik wil het liefst weer gewoon heel belangrijk zijn dit seizoen en voor het kampioenschap gaan.